I have to report a crime. These games. Hij heeft iets vreselijk. Allow me, my dear. Wie vinden jullie de slechtste YouTuber? Dus eigenlijk hoeven jullie daar gewoon al niet veel over te laten. Welkom bij het nieuws van 4 uur met Nathan van der Gunst. Vandaag is er iets vreselijk gebeurd, of in de afgelopen week. Een meisje genaamd Femke Louise heeft niet alleen de muziekindustrie verneukt, ook heeft ze patta verneukt, en ook heeft ze getongd met acid, en ook heeft ze verschillende luisteraars van haar liedje op mijn money. Dan hebben we het over de oorschelp, de rotsbeen, de trommelvlies, de gehoorgang, de stijgbeugel, en op die plekken hebben ze toch wel, ja, kanker. Kan gebeuren als je naar goede muziek luistert. Dus vandaag gaan wij de proef op de som nemen en even checken of dat echt klopt. Ik ben safe. Het is niet erg, ik leef nog. We gaan over naar de reporter ter plaatse. Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Slechtste parodies op mijn money van Femke Fule. Ja. Heel veel YouTubers maken altijd parodies op bekende muziek, omdat dat een makkelijke manier is om geld te verdienen. De coins van het lijf. En ik ben dan zo de YouTuber die gebruik maakt van die YouTubers die parodies maken om video's te maken over hun parodies, omdat die meestal gewoon fucking nice zijn. Meestal zijn parodies zo doordacht dat ik denk van wauw, sterk. De lyrics van Femke Louise, haar liedje, zijn zo fucking nice dat het super moeilijk is om een parodie te maken daarop. Sunny is verraderlijk en Sunny is verraderlijk. En Sunny is verraderlijk. Sterk. Dus ik denk dat het super moeilijk is om een parodie te maken op dit liedje, want ik bedoel, de hoek is gewoon één zin. Al die boys, ja, ze willen mij. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Ben op mijn money, where is the way? Sunny is verraderlijk. Mensen die parodie hebben gemaakt op dit liedje, zijn dus heel creatief, want je moet echt heel veel veranderen. Ik ga even brainstormen en mijn eigen parodie verzinnen. Ik ben gay en dat is niet oké. Parodies maken is niet mijn sterkste punt. Niks tegen homo's, by the way. Niks, nooit. Ik bedoel, mijn papa. We gaan naar parodies luisteren van al de leuke YouTubers die parodies gemaakt hebben. En tot mijn verbazing zijn er echt fucking veel YouTubers die parodies hebben gemaakt op dit liedje. Deze heeft 679.000 views. Sterk. En het originele liedje heeft er al fucking 6.1 miljoen. Ik waag niet meer mee met de wereld. Wat gebeurt er allemaal? Hè? De eerste parodie is gelijk ook de meest bekeken parodie. En die heeft 680. Het gaat over paardrijden. Nice. Ik geef jullie een tip. Ik heb niks tegen meisjes die paardrijden, bro. Doe what the fuck je wil. Maar ik heb een tip aan alle boys die deze video kijken. Als je een vriendin hebt en ze doet paardrijden. Kijk, ik wil niet zeggen dat je moet skippen, maar je wil niet ineens een date hebben in die paardenmanege. Ik zag die paarden ruiken echt na. Ik spreek niet uit ervaring. Ik heb nog nooit een vriendin gehad die paard rijdt. Ze rijdt wel, maar niet op paarden. Geen vriendin hebben die paard rijdt, oké? Dat is niet goed. Ik weet niet waarom, maar niet doen. Ik ben om een pony en geen plek voor twee. En mijn pony is zo liefelijk. Ja, mijn pony is zo liefelijk. Wat is het punt van een parodie als je één woord verandert? Of twee, of drie? En mijn pony is zo liefelijk. En mijn pony is zo liefelijk. Dik spotted boys. En ik zie je piemel. Woe! En like, en piemel. Ik laat alle scooterrijders huilen. Met een smile op mijn pony. Wat? Jij kan over ponypoe praten, maar man, je bent selfies. Dus parodie is, het is parodie. Sowieso wel een van de betere parodies, hij heeft veel views. Sorry, ik ben geen fan van paarden, oké? Dat is mijn ding. Het is like de video, maar ik denk dat ik even naar de dokter ga moeten bedoelen. Ik weet het niet, man. What the fuck heb je op je hoofd? Dit is fashion. Niet haten, ik bedoel, het is fashion. Oké, dit is de videoclip van gay people. Niks tegen homo's. Ik dacht autotune all the way. En toen ging het best makkelijk. Ja, nu gaat het best makkelijk. What the fuck is dit? The fuck is zomaar official? Ik ben eigenlijk niet meer mee met de wereld. Wat de hè? Heeft dit veel views? Oeh, laat maar. De ergste die mannen haten.
op mijn kleine tietjes. Rappen en op tv. Maar dat was niet zo makkelijk. Ja, jullie hebben geen views. Jullie kunnen lachen met Femke, maar ze heeft wel views. Jullie lachen haar uit en ik lach haar ook. Maar jullie hebben 116.000 abonnees. Jullie pakken 3.1k per video, 1.7. Snap je, dan mag je niet lachen met haar. Want de enige reden waarom jullie wel views hebben op deze parodie is omdat zij bekend is. Niet omdat mensen jullie hoofd willen zien. Naar voor die fame. Ja, stop. Shit the fuck. Deze parodie geef ik een 9 op 4000. Hey, de volgende is van Clonny Games, Alle kids, denk ik. Ja, ze willen fame, maar dat gaat niet zo makkelijk. Ik ben hier met Clonny, hij heeft last van claims, want mijn Clonny is verraderlijk. Ik zou de tekst aanpassen naar: ik ben hier met Clonny, hij heeft last van AIDS. Zoiets of zo, snap je niet? Claims. Of, gewoon AIDS. Ja, maar Clonny is verraderlijk. Ja, dit is echt een mooi. Dit is de beste spot die ze konden kiezen om op te nemen. Bij de SD-kaart en bij de sigaretten en zo. Ja, maar Clonny is verraderlijk. Clonny laat die kids vaak lachen. Met een smile op een selfie. Wat? Oké, ik wil dat toegeven. Dit is wel. Dit is funny. Clonny kan heel veel gamen. Hij lust vaak, dus is niet vies. Nee, man, dat is niet echt vies. Dit is een leuke parodie, snap je? Ik vind het leuk als een parodie gewoon volledig niet meer over het onderwerp gaat. Voor de mensen die al lang op YouTube zitten. Weet je nog, toen Thomas goede parodies maakte op Justin Bieber en Bruno Mars en Kesha. Kids, ja, ze willen fame, maar dat gaat niet zo makkelijk. Ik ben hier met Clonny, jij heeft last van claims. Maar toch, verander je tekst naar: ik ben hier met Clonny, jij heeft last van AIDS. Slaat ook echt fucking nergens op, dus goeie shit. Al die boys, ja, ze willen mee, maar dat gaat niet zo makkelijk. Ik ben op mijn Moni, waar is het twee? Maar mijn Sunny is verraderlijk. Maar mijn Sunny is verraderlijk. Dit is beter dan het origineel. Dit is nice. Deze, 9 op 10. Ik laat die haters huilen met een smile op mijn selfie. Oeh, sterk. Deze vind ik wel beter. Deze is nice. Dit is origineel en nice. Dit is een parodie van twee guys. En die overdroom. Julia. Ja, deze guy kennen jullie wel. Hey, een condoom. Die ze gebruiken om elkaar lekker in te gooien. Wat de pil die is verraderlijk. Wat de pil die is verraderlijk. Albert Heijn bier. Sterk. Aan jou zou geen tijd voor spelen. Want jij wil alleen maar chillen. Kijk, als je wijven wil neuken, dan is dit niet de manier. Snap je? Als je deze muziek maakt, als je dit soort parodies maakt. Ik zit ongelofelijk. Met Corny is alles mogelijk. Wacht hoor, wat? Met Corny is alles mogelijk. Ze zagen dus: met Corny is alles mogelijk. En dan tonen ze een shot van deze hond. Dus die guy heeft die hond gewoon geneukt met die condoom. Dat is het enige wat ik daaruit kan afleiden. Snap je? Als dat niet de bedoeling was van het liedje, plaats je het shot van die hond niet bij het stuk waar hij zag dat condoom. Ja, ja, kijk, als jij dat wil. Ik zie deze guy wel leuk, strak. En als je je ogen dicht doet. Ik ben op mijn Corny, dus plezier voor twee. Ik ben op mijn Corny, dus plezier voor twee. Dan shot met die hond en het gaat over. Kijk, deze guy, ZooTube. Zoek dat niet op Google. Doe dat niet. Ah, ik heb medelijden met die hond, wauw. Al mijn money gaat naar condooms. Mijn bank staat sinds niks. Nee, dan zie ik aan jullie uiterlijk en zo dat jullie bankstatus. Oké, okay, woe, leuk. Die mensen willen foo, maar dat gaat niet zo lekker. Ik ben lekker in de foo winkel, maar de foo pakken zijn op. Maar de foo pakken zijn wow! Maar de foo pakken zijn op. Ik mag er niet meer lachen, oké? Mensen gaan zeggen dat ik racistisch ben en shit. Voor de duidelijkheid, er is niet Zwarte Piet. Leuke parodie. Er is niet... Ze willen mee, maar dat is niet zo makkelijk. Oeh, de lip sync is on point in deze. Naam MDT is er dadelijk. Nice! MDT is er dadelijk. Sterk! MDT is er dadelijk. Wow! Ik laat die meiden huilen. Ja, je laat die meiden huilen met je haarstijl, bro. Kan je haar zo opfucken? Hoe doe je dit? Ik vraag me altijd af als ik zo mensen zie, hoe de fuck fuck je haar zo op? Gewoon drogen. Gel, zo. Ik laat die meiden huilen. Met de stijl van mijn haartjes. Dadelijk. Ja, de lip sync is echt sterk in deze boys. Het is ongelofelijk. Wauw. Het is ongelofelijk. Dezelfde guy als daarnet. Er is Ron van Harry Potter. Hij is hier ook. Hij is sterk. Wat was nu de allerslechtste parodie? Welke parodie is er gewonnen met deze wedstrijd? Deze heb ik nog niet gezien. Deze guy heeft mooi haar.
Deze guy kan het doen. Danny en Egbert. Alle uitkering is gespend. Het is echt veel te weinig. Alle kapsalons die ik heb gespend. Shit, het is te verleidelijk. Het is te verleidelijk. Het is te verleidelijk. Deze guy is gewoon. Beste parodie gaat naar Egbert. Beste gebed. Gepresenteerd. Egbert. Met de beste parodie. Nee, de slechtste parodie. Op mijn money. We gaan nog even luisteren, ja, om deze video gewoon af te sluiten. Het is te verleidelijk. Mijn uitkering is op stop gezet. Ik vind het echt niet leuk meer. Sterk. Deze guy is gewoon de beste parodie. Bedankt om te kijken naar deze video, dames en heren. Vond jij het nu fijn? En heb jij gelachen? Smash dan een likeje. En de merch komt eraan. Ik zag het al de hele week, maar ik bedoel... Jullie dachten dat de merch er niet aankwam en dat ik jullie aan het psycho was, maar... Beseffen jullie dit even? Hoeveel dit er zijn? Beseffen jullie hoeveel dit er zijn? Het zijn er eigenlijk niet zoveel, het valt wel mee. Dus de merch komt er... Ach, fuck. Dus de merch komt eraan. Check die shit zeker. Ik ben Acid. Tot de volgende keer met meer... Shit, tot dag, vrienden. Ach, van Louise. Ik ga even... Ah, oh, yes. Psych.